Ja, ik begon met fotograferen door het klimmen. Ik was bergbeklimmer, alpinist en je ziet daar de meest bizarre mooie dingen. Je ziet glaciers, bergtoppen, uitzichten en aan de andere kant ook dingen ja, die mensen die nooit in de bergen zijn niet zien. Dus ik nam een camera mee om het vast te leggen, om thuis te kunnen laten zien wat ik daar nou aan het doen was. En naarmate ik meer begon te klimmen, werd het fotograferen een doel op zich. Ik kocht een camera, een camera die ook tegen de kou kon. En ik begon te fotograferen met zwart-wit film en kleurfilm. Ging al snel over op diafilm. En ik begon verhalen te maken, te schrijven. En op een gegeven moment stuurde ik een paar foto's, scans van dia's. En een verhaal over een beklimming die ik net had gemaakt naar een bergpartijschrift. En toen belde ze me op om te vragen of ik voor ze wilde komen werken. En zo ben ik eigenlijk in de journalistiek en fotografie gerold. Ik heb eigenlijk van het begin af aan al in al mijn fotografie geprobeerd om hetgene wat gebeurt zo goed mogelijk en zo eerlijk en vrij mogelijk vast te leggen. Zonder daar als fotograaf een regisserende rol in te spelen. Ik zeg altijd ik registreer en ik regisseer niet. Ja, ook mijn bruiloften zijn documentair. Dat betekent dus dat ik mijn rol als fotograaf beperk tot een beschouwend iemand. Ik zeg niet tegen een bruidspaar wat ze moeten doen. Dat zou de omgekeerde wereld zijn, want een bruidspaar heeft bedacht hoe zij willen dat een dag eruit ziet. En waarom zou ik dan als fotograaf zeggen hoe ze moeten staan, hoe ze moeten kijken, waar ze naartoe moeten lopen, hoe ze elkaar moeten vasthouden. Nee, dat is helemaal niet nodig om een bruiloft. Een bruidspaar weet heel goed wat ze willen. En datgene wat ze willen kunnen ze doen en ik leg het zo goed mogelijk vast. Je kunt natuurlijk met grote camera's, flitsers, telelenzen en met veel poeha zo'n bruiloft binnenstappen en er zijn als fotograaf. Je kunt ook zeggen van nee, ik probeer me zo goed mogelijk als een gast te gedragen. Ik probeer te blenden in het gezelschap en met een relatief kleine, onopvallende camera maak ik mijn foto's. Dat werkt het beste, heb ik ervaren met een camera die niet groot is, die niet gebruik hoeft te maken van flitslicht. Ik maak gebruik van lichtsterke objectieven, waardoor ik altijd met het beschikbare licht kan fotograferen zonder een flitser te moeten gebruiken. De camera die ik gebruik is een Leica, een M9, een digitale meetzoekercamera. Het is een heel mooi instrument om op een zo onopvallend mogelijke manier een gebeurtenis vast te leggen. Het leuke is als een bruidspaar achteraf een foto van zichzelf ziet waarbij ze hand vasthouden of elkaar een zoen geven en waarbij ze weten dat dat een echte emotie was, dat zo'n foto zoveel meer waard is dan wanneer ik had gezegd geef elkaar nu maar een zoen. En daar gaat het uiteindelijk om. Fotografie draait om gevoel. Het gaat erom dat je de sfeer die er is zo goed mogelijk weergeeft. Het moet een pure weergave zijn van wat zo'n dag is geweest. En dat zit hem niet alleen in de fotograferen, maar ook in het nabewerken. Dat betekent dus dat je de sfeer die je hebt vastgelegd op de camera ook weer zo goed mogelijk wilt laten terugkomen in de afdrukken. In een nabewerking kijk ik altijd met schuin oog naar analoge fotografie. Dat heb ik nog steeds, daar heb ik een voorliefde voor. Er zijn weinig dingen zo mooi als een pure zwart-wit print die zo uit de doka komt. Bij het laten maken van afdrukken werk ik samen met een vaklab. Waar ik vertrouwen in heb, omdat ik weet dat ze daar op een professionele manier bezig zijn met beeldbewerking en afdrukken. Ze maken daar gebruik van gecalibreerde monitoren. Er zit een beeldbewerker die even over je schouder meekijkt om te zien of alles goed is qua kleur, qua scherpte, qua licht. En vervolgens wordt het afgedrukt op traditioneel fotopapier. Digitaal belicht weliswaar, maar traditioneel. En dat is een heel groot verschil met een print. Een echte afdruk is zoveel mooier en purer dan een print. Blijft ook veel langer mooi, is kleurechter. En
Die afdrukken die gebruik ik dan in mijn album. Voordat ze mijn album ingaan, snij ik ze bij met de hand, omdat ik gebruik maak van verschillende formaten. Dat is veel werk en de enige manier om het goed voor elkaar te krijgen is om het met de hand bij te snijden. Als ik daarmee klaar ben, dan wordt ze geplakt op de verschillende bladen en die bladen gaan dan in een album. Die albums die haal ik bij Jijne Juka, dat is een Nederlandse albumbouwer. Die maken gebruik van goede kwaliteit leer, een goed bindsysteem, dus een losblaassysteem. Je kunt ze altijd achteraf nog een blad eruit halen, als er glas cola overheen gegaan is, wat dan ook. Doe opnieuw de foto's op in het album, schroeven ze door en klaar. De foto's die ik maak, die worden allemaal gebackupt. Twee verschillende locaties, mijn computer in mijn kantoor en ergens anders, mocht een brand uitbreken, wat dan ook. Die zijn safe. Maar goed, klanten die krijgen, los van of ze een album willen of niet, een album is optioneel namelijk, krijgen een ruime selectie met foto's die ze kunnen gebruiken om hun eigen album te maken, foto's op een nachtkastje te zetten. En gewoon op de waarde nabestellingen, dat hoef je bij mij dus niet te doen. Ik doe een beperkt aantal bruiloften per jaar, omdat ik de kwaliteit die ik in alle processen van de fotografie zo hoog in de vaandel heb staan, wil kunnen waarborgen. Dat betekent dat ik alle klanten voldoende tijd en aandacht wil kunnen geven om het maximale eruit te halen. Bovendien ben ik van overtuigd dat als je te veel bruiloften gaat doen, dat je op de automatische piloot gaat werken en dat je foto's allemaal een beetje hetzelfde worden. Ik wil fris blijven, scherp blijven en uitgedaagd worden elke keer weer opnieuw om een bruiloft tot een unieke reportage te maken. En dat is belangrijk, dat is kwaliteit.